Welkom bij weer een nieuwe aflevering van In de Wolken. Het programma waar we elke keer weer mensen verrassen met een prachtige ballonvaart boven de Achterhoek. En elke keer gaan wij omhoog in een andere gemeente. En dit keer, jullie zien het misschien al, zit ik in de gemeente Doetinchem. En we zijn bij het stadion, want iemand wil daar iemand verrassen. En Fidel staat al op mij te wachten. Hoi. Hallo. Fidel. Hi. Je had een heel goed idee. Ja, ik had zeker een heel goed idee. Zoals je al aangaf, we staan bij stadion De Vijverberg in Doetinchem. De thuishaven van de Graafschap. Nou ja, en een van de grootste supporters, dat natuurlijk ook. Een van de meest bekende Achterhoekers. Ja, die is hier werkzaam. En dat is? Dat is Theo Vergeer, de materiaalman. De man die iedereen kent. Ja, zeker. Misschien wel de meest populaire superboer aller tijden. Ja, ik denk het ook wel. En hij heeft ook rare tijden meegemaakt. Dus hij verdient het echt om een keer in de watten gelegd te worden. Ja, hij heeft hele mooie tijden meegemaakt natuurlijk bij de Graafschap met kampioenschappen. Ja. Maar hij heeft ook hele droevige tijden meegemaakt. En Theo Vergeer staat echt 24 uur per dag klaar voor de Graafschap. Ja. 7 dagen in de week. Ongelooflijk, ja, hè? En zo'n man verdient het om samen een keer de wolken in tegemoet te gaan. Dat is een super idee van jou. En als het goed is, hebben ze nu een barbecue. Ja. Met de supporters. Supporters, de spelers, iedereen is er. Dus wij gaan hem even verrassen en hij weet van niks, hè? Nee. Gaan we doen. Ga je mee? Ja. Oké. Hey Theo. Ik kom je verrassen, Theo. Is dat zo? Ja, want Fidel vond het een heel leuk idee om jou eens te verrassen, omdat je zoveel doet voor de Graafschap. Is dat zo? Om jou mee de lucht in te nemen. Wanneer? Nu, strakjes. Ja, is goed. Goed idee, hè? Ja, is goed. Als jij je hamburgertje straks nog even opeet, dan krijg je nog de tijd voor. Goed zo. Dan gaan wij best gezellig hier. Ja? Het weer werkt mee? Daarom. Hier kunnen we nog niet. Het is goed. Het is toch helemaal perfect. Jij hebt het echt verdiend, Theo. Ah, je moet de mond dicht houden, jij. Jij doet zoveel voor de Graafschap, zoveel voor de Achterhoek. Jij hebt het gewoon verdiend. En met dit mooie weer gaan we samen de lucht in. Daar ga ik mee. Theo is voor deze club denk ik een heel bijzonder persoon. Die is altijd aanwezig en zorgt perfect voor de jongens. En buiten dat is gewoon een hele fijne man. Ik ben hier wel eens vroeg op de club. Maar er is altijd eentje die nog weer eerder is als ik op de club. Dus wat dat dan gaat, lange dagen. Zullen we hem ook weer terugbrengen dan? Dat lijkt me een heel goed plan, want zonder hem wordt het een lastig verhaal. Jeetje, die supporters maken er wel een gezellige boel van daar in het stadion. Maar ja, laat dat maar aan hen over. En nou nog even het doelpunt en dan worden ze nog blijer zeer waarschijnlijk. Maar ik mag dus elke keer in de gemeente met de lokale burgemeester of de burgemeester nog iemand verrassen die zij hebben uitgekozen. En ik sta hier dus in Doetinchem en Peter Drent staat op mij te wachten. Hoi. Hoi, goeiedag. Mooie lijn. Peter, jij mocht nog iemand uitkiezen om ook te verrassen. En wie heb je daar uitgekozen? Ik heb gekozen voor Hans Siep. Hans Siep is heel lang directeur geweest van een van de grotere bouwbedrijven hier in de stad. Maar Hans is ook de grote trekker geweest als de Achterhoekse Architectuurprijs. Een van de bestuursleden van Bouw het Nederland, wat in Zoetermeer zit. Een drijvende kracht achter het Politiek Café, wat hier net opgericht is afgelopen jaar. En zo nog een heleboel dingen meer. Dus wie is er nou leuker die iets toegevoegd heeft aan die stad? Zowel in stenen als in mensen, om Hans Siep te vragen. Dus vandaar dat ik dacht, Hans Siep. Ja, dat is een leuk idee. En hij woont hier om de hoek. Om de hoek. Oh, hij zit lekker buiten, zie je dat? Ja, ik kan zo'n tussendoortje maken, ja. Oh, de hond komt alvast. Goedemiddag. En goedemiddag, dag Hans. Er worden televisieopnamen gemaakt. Dat maar wat zeggen we twee van die dingen. In alle 8 gemeenten. En dan gaan we met een luchtballon omhoog. En ze vroegen iemand mee vanuit het gemeentebestuur. En die eer viel mij te beurt. En ik mocht iemand kiezen om mee te nemen. God, dus Hans, ik wou je uitnodigen om over pakweg een uurtje hier vanuit de Bleek op te stijgen. En onze gemeente van bovenaf te zien waar jij ook op een aantal plekken je hand in hebt. Dus als je het leuk vindt, ben je van harte uitgenodigd om mee de lucht in te gaan. Je had Hans al helemaal omgeturnd en voorbereid.
voorbereid hierop. Maar jij wist van niks, hè? Nee, Hans zat ook in het complot. Ik moest het wel even checken, maar nee. Als je het leuk vindt, ja, ben je van harte welkom natuurlijk om mee de lucht met te gaan. Met zo'n weer, dat kan prima nog ja, mijn gezondheid. Ja, plaatje weer, hè? Ja. Ja. Ik zou zeggen, een paar stevige schoenen aan en een vestje mee en het komt helemaal goed. Waar is dat touwtje voor dan? Ja, dat ga ik jou niet vertellen. Waarom niet? Ja, jij zegt, alle mannen zijn afhankelijk van één vrouw. Ja, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Dat klopt. Deze zaal. Maar daarom wil ik juist weten waarom dat touwtje er hangt. Ga ik je boven uitleggen. Ik heb wel vier touwtjes, hè. Heb je wel vier touwtjes? Peter, is het niet ongelooflijk om je gemeente zo van boven te zien? Het is fantastisch. Je ziet heel mooi wat er overal is. En het valt ook op hoe klein het eigenlijk is. Vind je? Ja. Van hier wel. Nee, als je het hebt over de hoofdstad van de Achterhoek. Nou, je kijkt alle kanten op en je ziet gelijk het buitengebied al. Dus... Ja, het en het is groen. Mega groen. Maar het is ook leuk om al die projecten een keer van boven te zien. Ja, je ziet wat af is en wat nog, waar nog aan begonnen moet worden. Zeg en waar maar. Ze net begonnen zijn hier met de Intermeco. Dus ik vind het heel erg leuk. Ja, leuk hè. Want jij bent wethouder en loco-loco hè. Wat klinkt dat hè? Loco-loco. Ja, klinkt heel hard zo. Dat van een Caribisch liedje. Maar, nee, maar dat klopt. Hey, maar zijn er nog speciale dingen waar je nu mee bezig bent? Wat je denkt van nou, dat is geweldig om dat van boven te zien. We kwamen net over het Amphion. Dat is natuurlijk prachtig. Je, alles komt bijna samen, want het is allemaal rondom de binnenstad. Dus we kijken hier op Villa Ruimzicht, wat dan het eerste klaar was. Het loopkwartier, de Ruimzichtlaan. Maar ja, die kant zijn we net begonnen met het hele herinrichten van het voormalig Hamburgerbroek, wat nu Isseldox heet. Je ziet het kantoor van de Belastingdienst, Kroeze-Wevers, het meest duurzame kantoor wat er nu staat. De Rabobank. Maar je ziet ook het Vredesteinterrein liggen, waar de Graafschap nu met twee bouwbedrijven bezig is om te kijken of dat de plek voor het stadion zou zijn. Ze zijn nog aan het kijken. Nou ja, dat is heel veel rekenwerk, maar als je ziet, het is toch een prachtige plek ervoor. Theo, hoe lang zit je nou eigenlijk bij de Graafschap? Want er wordt nog wel eens een beetje gespeculeerd. Ja, eindelijk, ik ben vanaf 73 bij de Graafschap en vanaf 88 in loondienst bij de Graafschap. Vanaf 73 huppel je daar dan rond? Ja. En help je waar het kan? Waar het moet. Waar het niet waar het kan. Waar het nodig is. Waar het nodig is. Waar het nodig is, ja. Jeetje. En officieel ben jij nu, hoe heet dat wat jij nou doet? Materiaalbeheerder. En wat doe je dan? Zorgen dat de jongens op tijd de kleding gewassen is en klaar staat. Zowel voor de training als voor de wedstrijden uit of thuis. Dat maakt geen verschil. Zowel het eerste als het tweede elftal. Alle kleding wassen van de jeugd, van,
van de A tot en met de C2. Dus werk zat. Gewoon zorgen dat alles er op tijd is en alles wat ze nodig hebben en dat een beetje voor de jongens zorgen. Ja, dat er ook is. En af en toe meer een peetvader voor de jongens zijn. Ja. En dan hebben ze ook nog wel eens nodig. Ja, dat denk ik zeker. Hè? Voor alles wat jongeren erbij zijn. En heb je daar misschien nog een hele leuke anekdote? Want je hebt zoveel spelers meegemaakt. Zeg je van, dat ben ik nooit vergeten. Ja, je hebt wel door de, ja, maar die gaan we niet buiten de deur zeggen. Maar eentje mag. Ja, eentje mag er wel. Ja, als je een kick was op een trainingskamp wordt en je pakt een kick was en je doet die in de sok stoppen en die sok leg je gewoon neer. Je pakt de sok aan en dan later springt die kick was eruit. En die speler die weet niet waar hem aan gaat. Hij heeft er een nachtmerrie van over. Heb je toch? Ja. Ik denk kick voor de kikker. Ja, kikker, ja. Een kikker in de sok, ja. Ja, en dan zijn ze helemaal... Ja, zoiets wel, ja. Goed voor de wedstrijd, ja. Ja, dat denk ik ook. Gelijk wakker. Ja, daarom. Ja. Had je dat gisteren ook gedaan, Theo, of niet? Nee, gisteren had ik een paar oude jurken neer kunnen hangen van oude dames of zo. Maar dan hebben we meer van oude damesvoetbal liet ons zien. Ja, hè? Ja, het is jammer. Ja, maar ja. Kun je zelf niet een balletje meetrappen, zie? Ja, het zal eindelijk wel moeten, maar laat de jonge jongens dat maar doen. Toch wel? Hebben, ja, toch wel. En ik ben er ook niet bang voor, het gebeurt ook. En we blijven er ook in van het jaar. Hans, dat had je een paar uur geleden ook niet kunnen weten, dat je nou overgeleverd was aan in de handen van een vrouw, hè? Ze hebben me geflasht. Ja, hè? Ja. Geen spijt van, toch? Nee. Het is prachtig, hè, boven je. Ja. Je hebt natuurlijk heel wat gedaan hier in de wijde omtrek, denk ik, of niet? Want jij bent directeur van... Ik was algemeen directeur van Te Brinkebouw. Ik heb dat 10 jaar mogen doen en we hebben in die 10 jaar samen met de medewerkers er toch een bedrijf neergezet. Ja, waar laat ik het zo verwoorden, waar de concurrentie rekening mee hield. Ja, dat zeker. En je hebt natuurlijk ook heel veel gebouwen hier bijgedragen in Doetinchem, denk ik. Ja, ik zag er een paar voorbij komen net. Ja, dat zou best. De Noodstraat, dat is eigenlijk het laatste pareltje wat we gebouwd hebben. Echt een ontwikkeling, een eigen ontwikkeling. Toen in de tijd dat er eigenlijk nog alleen maar ontwikkeld werd voor appartementen van 3,5 tot 5,5 ton, want daar zat het meeste rendement in. Ja. En toen zijn we met elkaar van Lammers gaan ontwikkelen voor de onderkant van de markt, want daar zit de meeste vraag. En je bent op dit moment niet meer aan het werk? Ik ben nog als adviseur verbonden aan Te Brinkebouw en ik kan toch niet stilzitten, helemaal stilzitten. Dus ik ben ook nog steeds voorzitter van Bouwend Nederland, de werkgeversorganisatie. Oh ja. En dan van de 3 oostelijke provincies, Gelderland, Overijssel, Flevoland. En van daaruit zit ik ook in het algemeen bestuur van Bouwend Nederland in Zoetermeer, bij Elko Brinkman. Ja, en ik probeer mijn steentje bij te dragen aan Achterhoek 2020, alles wat met Krim te maken heeft. Sospiri di chi spasima e regali un sogno d'ogni anima, luna che mi guardi adesso ascoltami. Theo, je loopt al zo lang mee, heb je natuurlijk ook heel veel trainers meegemaakt, hè? Ja, dat wel. Je hebt ze zien komen, je hebt ze zien gaan. En is er nou een favoriete trainer bijgebleven dat je denkt van nou... Ja, kisten maken is bijgebleven en blijft nog steeds bij. Korbach, wie kort geleden is overleden, doet je natuurlijk nu nog wat. Krijg ik nu nog kippenvel van met die man. Daar hebben we veel mee beleefd. Ja, daar ben toch echt trainers die bij ons het meeste succes gehad hebben.
BB Korbach een zevende plaats in de eredivisie. Nou, dat wil aardig wat zeggen. Dat bedoel ik. Ja. En elke wedstrijd ben je erbij, hè? Uit of thuis? Dat maakt niks je uit. Je bent er altijd bij. Ja. En dan zit je daar op de tribune en je kan er niks aan doen, hè? Nee, zeker niet. Hoe beleef je dat? Hoe maak je dat mee? Want god, Dikkie, je krijgt grijze haren van af en toe, denk ik. Ja, daar merk ik ook al zo weinig haar, zeker, denk ik. Is dat het? Dat zal dan zijn, joh. Ja. Nee, ja, hoe beleef je dat? Je leeft met de jongens mee, ook al is het ook niet goed. Ja, dat je dan weer later hoort hoe het geweest is of hoe het beleefd wordt. Ja, dan erg je weer. Ja, nou, je doet je best, daar gaan we maar vanuit. En als dat op dat moment niet lukt, dan moeten we een andere keer maar weer proberen. Ja, Fidal, jij hebt ook al heel wat meegemaakt met de Graafschap, hè? Ja, dat mag je wel zeggen. Jij loopt ook al heel lang met de jongens mee? Ja, vanaf mijn tiende. Vanaf eerste, je tiende? Ja. Ah, je bent nou 20, dus dikke 10 jaar. Mijn allereerste wedstrijd was een na-competitie-duel tussen de Graafschap en FC Den Bosch. Toen scoorde Boudewijn de Geer 2 keer, het werd ook 2-0, en die scoorde eigenlijk nooit. Ik was meteen verkocht. Het hele stadion, bommetje vol. Ik stond nog op de onoverdekte staartribune. Ja. Met dat scorebord. 1 lange arm. Ja, het was een hele mooie wedstrijd. Ik was meteen verkocht. Het mooiste moment waar mij nog helder bij staat met die gekke doldrieste Hans Graa junior, was de thuiswedstrijd van de Graafschap op de Vijverberg tegen Ajax. Dat was nog in de tijd dat Dennis Bergkamp meespeelde. En beide ploegen die stonden in de spelerstunnel en Hans Graa junior die naaide echt de hele boel op. Die was keihard met zijn handen aan het beuken tegen die golfplaten in de spelerstunnel. En die zat echt zo van, jongens, we rollen ze op, die Amsterdammers. We maken ze helemaal kapot. En een paar dagen voor die wedstrijd had Hans Graa junior tegen Benny Joling gezegd van, Benny, ik weet waar jij zit op de tribune. Op het moment dat er bijna 10 minuten gespeeld is, zorg ik dat ik Dennis Bergkamp vlak voor jou neerhaal. Dus die wedstrijd begon en Dennis Bergkamp die was al lijkbleek natuurlijk. Want die was op het domein van de superboeren. Daar was echt niks voor hem. En Hans Kraai die ging na 9 minuten en 50 seconden. Hij ging een sliding in, je wil het niet weten. In de doelmond voor de Groenendaal-tribune, waar Benny Joling dus zat. En Dennis Bergkamp die kwam echt 1 meter of 3 van de grond af. De scheidsrechter toverde de gele kaart uit zijn boszakje voor Hans Kraai junior. Het enige wat hij deed was zo, richting Benny Joling. Zie je nou wel, Hans Kraai junior houdt zich altijd aan zijn woord. Hans, jij doet dus eigenlijk nog van alles, ondanks dat de gezondheid het toch niet allemaal toelaat, hè? Nee, sinds oktober 2009 is er bij mij myelofibrose geconstateerd. Dat is een heel moeilijk woord voor een soort aanmaak van sponsweefsel in de beenderen. Okay. En daardoor wordt de groei en de aanmaak van rode bloedlichaampjes wordt belemmerd, zeker verstoord. En rode bloedlichaampjes zorgen voor je zuurstoftransport. Naar longen, lever, nieren, hersenen, noemt ze alles maar op. En dat openbaart zich dan ook in een HB. Een normale gezonde vent heeft een HB tussen de 8 en 11. En ik heb een HB van, ben nu bij de laatste meting afgelopen maandag op 3,3. Dus ik heb heel weinig energie en moet daar ook echt heel goed rekening mee houden. En het is een dodelijke ziekte. Ze hebben me 1,5, 2,5 jaar gegeven. En je hebt er nu al heel wat meer dus? Ik heb er inmiddels al 2 jaar achter te kiezen. En ik doe heel veel met alternatieve geneeswijzen. Omdat ze in het reguliere circuit wel wat weten. Maar ze weten de oorzaak niet van de ziekte. Dus ze kunnen de bestrijding ook niet. Maar het helpt wel, merk je iets? Ja, ik blijf overeind. Ik blijk een heel gezond lichaam te hebben. Anders had ik helemaal niet 2 jaar met een HB van 3-4 kunnen leven. Maar dat gebeurt onder andere door de alternatieve geneeswijze. Die me iedere week acupunctuur bijvoorbeeld. Oh. En die houden me op de been. Ja, en dat is
Dat was voor mij best een emotionele beslissing om dan op een gegeven moment in maart van dit jaar mijn ziekte te melden. Echt? Terwijl ja. ik eigenlijk al een hele poos ziek was. Het was al sowieso een rare verschijnsel. Maar om het officieel te doen. Ja, precies. Ja, hè? Dat is toegeven aan een ziekte die je zelf dus niet kunt beheersen. Bart Teunissen, jij bent medewerker van de gemeente Doetinchem, hè? Ja, klopt. Beleidsmedewerker heet het zelfs. Ja. Wat doen jullie nou binnen de gemeente Doetinchem specifiek aan het verduurzamen, zeg maar? Hebben jullie projecten? We zijn op dit moment bezig met het uitgeven van een nieuw bedrijventerrein. 18 bedrijvenpark heet dat. 18 bedrijvenpark, ja, langs de A18. Ja. Ja. Vier gemeenten maken samen dat bedrijvenpark. Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem. Het is wel heel uniek namelijk dat deze samenwerking tot stand is gekomen, want elke gemeente komt eigenlijk met het probleem van dat ze zelfstandig geen nieuw bedrijventerrein meer aan kunnen leggen. En dat ze elkaar zitten te beconcurreren eigenlijk op de prijzen. Juist met het aanleggen van één bedrijventerrein, een duurzaam bedrijventerrein, ja. willen we samen optrekken, willen we landschap besparen. We zien hier zoveel mooie landschappen. Ja. En ja, we zetten dat samen eigenlijk neer. Samen. En het is wel leuk. We gaan net ook de gemeente Bronckhorst binnen. Exact, ja. We gaan nu net Bronckhorst Dus je binnen. Ziet hoe dichtbij het allemaal ja. ligt eigenlijk. Ja. Hè? En dat is juist ook mooi dat die vier gemeenten zo samenwerken. Dat is heel interessant. En tegelijk willen we ook gaan kijken binnen het bedrijventerrein. Maar ook binnen andere plekken binnen de gemeente Doetinchem. Op strategische gronden. Waar wellicht ook bijvoorbeeld zonnepanelen neergelegd kunnen worden. En die zaken zijn we nu aan het inventariseren. Van welke gronden kunnen we bijvoorbeeld in gaan zetten voor zonne-energie. Dus we zijn met verschillende zaken bezig binnen de gemeente Doetinchem om duurzaamheid te bevorderen. Ja. Het is piloot, maar je mag best machinist zeggen tegen mij, hoor. Graag gedaan. Ik hoop dat jullie een prachtige vaart hebben gehad. Wij hadden de mooiste avond van, ik denk van het jaar uitgekozen vanavond. Ik vond het een eer om jullie... Fidel weet alles. Fidel weet alles, dat weet je. Ik vond het een eer om jullie in de man te hebben. Theo, ik hoop dat jij ervan genoten hebt. Ja, zeker. Dat heb ik zeker. Je bent wel even verrast, hè? Ja, zeker. Vanmiddag helemaal. Hans, Fidel, ik hoop dat jullie allemaal Peter en Bart. Ik hoop dat jullie een hele mooie avond hebben gehad. Dit was weer een In de Wolken vanuit de Achterhoek. En tot volgende week, want dan is de laatste uitzending alweer. Proost, heren.